bijvoorbeeld. Ook dit is de fiets. Goedemorgen. Ja, weet je al wat je wilt gaan doen? Ja? Ga maar even iets uit de kast pakken. Ga jij even het Jannetje doen? België! België! Een kistje. Ik ga alles kapot maken. Nu heel groot maken. Ik heb al je. Isaac, ga je ook even zitten? Oude speelgoed. En dan gaan we dus samen eens bekijken wat ik daar allemaal voorstel. Wat zie je hier bijvoorbeeld? Ja, heel goed. Is deze plank. Die hebben jullie waarschijnlijk niet gehad. Maar je oma en zo wel. Dus moet je maar eens kijken wat moet je dat doen.
Achter het orkest. Daar is niet genoeg, zijn niet genoeg gordijnen voor. Nee, maar dan, volgens mij hoeft daar toch geen gordijn. Nee, hebben we nooit gedaan. Dan kunnen ze helemaal tegen de muur. Hoe ver is het tegen de muur? Ja, en die blokken, dat zijn dus dingen die moeten we mee puzzelen. Er is één groot en dan is er een drie. Zijn drumstel moet wat hoger namelijk, anders dan valt hij helemaal weg. Dan zit hij helemaal op de grond en dan zie je hem niet meer. En... Hoeveel hebben het woord geraden, Sim? Die papiertjes terug uitgedeeld. Nou, dat had ik hier. Is er ook jullie gestemd? Nee? Gaan we stoppen. We gaan de tweede ronde spelen. Thank you.
verrassend. Er is hiervoor nog een hele bank leeg. Amar uit groep 8 is ziek. Ja, dat is heel zielig. Zijn rol in het openingsnummer wordt door de hele groep opgevangen. En we moeten het zonder hem doen vanavond. Heel jammer. Een zakelijke mededeling. Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw mobiele telefoons uit te zetten? Dan wordt het niet gestoord. Deze voorstelling is bedacht door de kinderen van groep 8. Alle ideeën zijn verzameld door de grote mensen, voorzien van een vorm. Er is wat geschaafd, er is wat gevormd, er is wat gekneed. Maar uiteindelijk is alles ontsproten uit het brein van deze 27 kinderen. Daar ben ik geweldig trots op. Een speciaal welkom aan mijn grote broer die vandaag gekomen is. Daar ben ik een beetje trots op. Hij heeft ook 3 nummers geschreven. Welkom Ivo. We gaan beginnen, maar niet voordat we kennis gemaakt hebben met ons geweldige Lidwina huisorkest. En daar gaan we. Ik begin met de liefste opdrachtsfluit, Jole Haas. Op het accordeon, Suzanne van Noijden. Op akoestische gitaar, de moeder van Sanne, Ineke Barki. Op basgitaar, de vader van Sanne, Ronald Schip. Op piano, Godfried Jansen. Het slagwerk is in handen van onze directeur Jos Sinis. En dan kom ik bij de grootste van allen. De dirigent die naar schatting zo'n 300 uur in deze groep gestoken heeft de afgelopen weken. Dat is een schatting die ik gemaakt heb en ik denk dat ik er niet ver vanaf zie. Luc Leumentaal. Wacht even, ogenblikje. Er is hier nog een hele bank vrij vooraan.
2 februari, Koninklijk Huwelijk in Amsterdam. Wie weet krijg ik ook nog een uitnodiging. En de treinen rijden ook weer. Wat is dit nou voor een raar bericht? Man bijt hond. Ah, hier is een stukje over de jeugd. De jeugd is lui. De jeugd van tegenwoordig is gewend moeilijk te stimuleren en wil alleen maar voor geld verdienen. Maar over het algemeen is de jeugd best tevreden. Ja, dan luisteren ze zeker de jeugd. Ze willen nergens hun hand voor omdraaien. Ze kunnen dat zakgeld krijgen ze toch wel. En dan help ik gewoon de liefde.
schrijf je woorden laag. Letters worden mooie zinnen. Schrijven zal ik elke dag. Nou kijk naar je maar een spiegel. Met een potje gel erbij. Want mijn haren zijn voor mij. Een lotje uit de loterij. Mijn lieve man en tweetal baby's maken mij geluk compleet. Ik ben gewoon een snel tevreden. En werk me echt niet in het zweet. Maar het is de toppunt van geluk. Hoe kan je Thank you.
Zullen we nog iets op tv vanavond? Oh kijk, nieuw spel. Ludwina weekendmiljonairs. Een kandidaat moet proberen een aantal vragen goed te beantwoorden. En kan dan een miljoen winnen. Eerst kan ik jouw spel op de tv. Even kijken of ik het vanavond nog kan zien. Fantastische kandidaat. Gaat even zitten. Wilt u iets over uzelf vertellen? Oké, ik ben Martina. Ik woon in Amsterdam. Ik heb schoenmaat 37, maar ik ben al toe aan 38. Mijn hobby's zijn lezen, meedoen aan quizzen. Helaas heb ik nog nooit gewonnen, maar dit keer ga ik ervoor. Ja? Nou, dan ga ik de quiz uitleggen. Bij elke vraag heb je 4 antwoorden. Multiple choice dus. En je hebt 3 hulplijnen. De eerste is 50-50. Worden de 2 foute antwoorden weggehaald. De tweede is bellen. Dan mag je dus iemand bellen. En de derde is het publiek om hulp vragen. Ja? Ja, dan gaan we beginnen. Welk pepmiddel biedt je vaststreek aan tijdens de toets? Is dat een andere rol? Pottertjes, wiebertjes of is dat ecstasy? Een andere long niet, dat is voor voetballers. Ecstasy ook niet, zodat ze geef zelfs wel ontslagen worden. Twijfel tussen pottertjes en wiebertjes. Ik denk dat ik voor de pottertjes ga. Ja? Oké. Nou? Ja, u heeft al 500 gulden! Dan gaan we naar de tweede vraag. Waarmee beloont juf Ans haar leerlingen meestal? Is dat schouderklopjes, kaarten, stickers of is dat poëzieplaatjes? Ik weet het niet. Was lastig, hè? Ik denk dat ik maar een hulplijn ga inzetten. 50-50 wil ik gebruiken. Ja? Nou, twee verder antwoorden willen we gehaald. Kaarten is goed mogelijk, want Ans verstuurt veel post. Maar ik denk dat ik voor de stickers ga. Staat dat heel goed? Ja, dan gaan we kijken. Ja hoor, u heeft het alweer goed. Lekker 1000 gulden! Dan gaan we naar de derde vraag. Welk woord gebruikt meester Roland vaak tijdens de les? Is dat worst, spreekwoord, toets of is dat arendshoog? Spreekwoord is een woord, dat is een zin. Het woord toets gebruikt hij vaak. Te vaak zelfs. Arendshoog heb ik wat minder van hem gehoord. Maar ik denk dat ik voor het woord worst ga. Dat is een stopwoord van hem. Oh, misschien niet. Nou, dan gaan we weer kijken. Ja hoor, ik weet van 5000 gulden. Als ik win, dan gaat het geld naar de speelplaats van Celine naar school. Want daar hebben de kinderen alleen maar één zandbak. Waar ze niet in kunnen spelen, omdat die vol zit met kattenpoep. Een prachtig doel. Maar sorry, dames en heren, we moeten er even uit voor de reclame. Thank you.
Het valt me
af. Welk beroep had je violen beter kunnen kiezen? Is dat cipier van een gevangenis? Is dat muzikant? Is dat huisvrouw? Of is dat doktersassistenten? Wat denkt u? Muzikaal is ze wel. Vast wel gehoord. Ja, huisvrouw niet. Ik ben wel eens een keer bij haar thuis geweest. En ze struikelde over de troep. Ze is de vrouw van een dokter. Maar al die griepprikken geven vindt ze volgens mij ook niet zo leuk. Ik denk dat ze wel goed zou zijn als cipier van een gevangenis. Toen hij nou mocht ze naar de kamer niet uit. Ze bleef voor de deur staan en hield ons maar gevangen. Dat is zielig. Dus u gaat voor cipier van een gevangenis? Ja. Dan gaan we weer kijken voor een 500.000. Ja hoor, u heeft het al goed. Dames en heren, wat gaat de tijd al snel? We zijn alweer bij de laatste vraag. Die is voor 1.000.000 gulden. Waar goochelt meester Ronald meestal mee? Is dat worsten? Sterke verhalen? Spreekwoorden? Of is dat nullen? Die man goochelt overal mee. Dat is de goochelaar van school. Tja, je maakt me wel heel erg moeilijk. Die worst hebben we al gehad, dus dat denk ik niet. Ik denk dat ik voor de nullen ga. Met verhalen kun je niet goochelen. We gaan misschien wel een miljoen verspelen doen. Ik heb geen hulplijnen meer, hè? Nee. Dan denk ik dat ik toch maar voor de spreekwoorden ga. Ja? Ja, of maar de spreekwoorden? Ik weet het zeker. Ja? Een glasje water? Nee. Spreekwoorden? Dan gaan we kijken voor de 1.000.000 gulden, dames en heren. Sorry, het goede antwoord was nullen. Meester Ronald goochelt altijd een nullen weg bij het rekenen. Hij blijkt maar niet van grote getallen. Dames en heren, dit is weer aan. We zijn weer aan het eind van het programma. Kijkt u de volgende keer weer naar... Oh,
like a woman.
advertentie voor haar. Zou ze eindelijk iets ontdekt hebben, zodat die meiden niet de hele dag voor de spiegel hoeven te staan? Voor de luizenmoeders. De luizenmoeders helpen toch niet. Toch eens even lezen hoor. Hiervan geschreven naar aanwijzingen van mijn zus Godelieve. Dus nou denk ik dat het toch beter is dat we dat eerste coupletje wel goed verstaan. Ja, okay. Zou je nog, waar is het meisje? Even water aan drinken. Nou, dan praten we het even vol. Er was eens in een groot bos een mooie prinses. Als zij dat water heeft gedronken, helemaal tot rust gekomen is, de wiebertjes, de pottertjes en de ecstasy gehad heeft, dan heeft dat erbij. Oké, dank u wel. Hoe het afliep met de mooie prinses, hoort u later. Thank you.
Heeft zij er gehad? Naast 25
20 volle klassen. Ik zei het thuis ook prima. Maar natuurlijk moest zij nog lang meegaan met kracht en veel initiatief. Wij willen haar hier nog lang houden, want zij is onze goddelijke lief. Natuurlijk moest zij nog lang meegaan met kracht en veel initiatief. Wij willen haar hier nog lang houden. Laten we het maar gaan doen.
beginnen met de Jodie Bernal Lookalike Contest. We hebben trouwens fantastische Jodie Bernal fans in de zaal. Jodie, 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 Jodie. Voordat we gaan beginnen met de eerste genomineerde, wil ik nu even onze fantastische cheerleaders aan jullie voorstellen. Eerste genomineerde, die krijgt aangereikt van onze lieftallige assistente Martina. En de eerste genomineerde is... Ans Bos! Hallo Ans, hoe vindt u het om genomineerd te zijn? Nou, ik vind het fantastisch, want ik weet dat ik erop lijk natuurlijk. Ja. Maar dat ik nou ook nog genomineerd ben... Ja, ik ben overdonderd. Ik vind het fantastisch. Natuurlijk. En voelt u zich ook een beetje als Jodie Bernal? Ja, natuurlijk. Moet ik het voordoen? Laat de gang. Kenno, Cassie, Kenno, Cassie, Kenno, Cassie. Oké, dat is wel goed. Dames en heren, dit is Ans Bos. Winnaar is... Michelle Mari!
een verrassingsprijs. Is dat niet een verrassing? U krijgt een geweldige, originele snoepketting! Michel, veel plezier en tot ziens! Kijk jullie de volgende keer ook weer bij jou! Tot ziens!
Tegenwoordig nog een goede schooljuffrouw. We hebben het lied gestolen, en dat is heel toepasselijk, uit een televisieprogramma van heel lang geleden, Het schaap met de vijf poten. Maar het kon niet anders. Je bent zo'n schaap met vijf poten. We hebben de teksten wat bewerkt. Het is een droevig lied met leuke momenten. En Luc zegt dat het zonder versterking gezongen moet worden en hij is de baas. Waar vind je tegenwoordig nog een goede schooljuffrouw? Zo'n 25 jaar terug was dat nog geen probleem. Op elke hoek van elke straat, daar vond je er wel één. Ze stonden er bij bosjes toen, zo heel gedwee te wachten. Ze zonden zo gezegd gewoon naar een directeur te smachten. Waar vind je tegenwoordig nog een goede schooljuffrouw? Die breed inzetbaar is. En dus ook in elke bouw, leeft er nog eentje in het wild, of meld het ons dan gauw. Waar vind je tegenwoordig nog een goede schooljuffrouw? Zo was er hier een hoofd der school, genaamd Jacobus Kok. Die goede liefde wijs zag staan, een mooie jonge brok. Hij nam haar aan. Hij dacht, die moet ik streken. Voordat Jan Bouw of weet ik wie, haar straks nog in wil pin. Waar vind je tegenwoordig nog een goede schooljuffrouw? Die breed inzetbaar is en dus ook in elke hal. Is er nog eentje in het wild, o meld het ons dan gauw. Waar vind je tegenwoordig?
mijn goede lieve bloeide ook en was in alle staten. Waar is je tegenwoordig nog een goede schooljuffrouw? Die breed inzetbaar is en dus ook in elke bouw. Lief er nog eentje in het wild, al meldt het ons dan gauw. Waar vind je tegenwoordig nog een goede schooljuffrouw? En alle kinders hier op school vinden in goede lief een leerkracht met een hart van goud en zelden agressief. Wat slechts eenzaam aan haar verlaat en dan zijn volle tafels. O jee, als je als kind dat hebt, ja heus, ja echt, dat slaat. Waar vind je tegenwoordig nog een goede schooljuffrouw? Die breed inzetbaar is en dus ook in elke hal. Ligt er nog eentje in het wild, och meld het ons dan gauw. Waar vind je tegenwoordig nog een goede schooljuffrouw? Zo komt er nu een zilverjaar, een jubeljaar voor jou. Want 25 jaar actief, zo toegewijd en trouw. Dat laten wij niet zomaar gaan, dat vieren we met jou. Proficiat, dus goede lief. Jij vakvrouw, schooljuffrouw. Ja, ze bestaat nog. Die goede schooljuffrouw. Die breed inzetbaar is en dus ook in elke bouw. Goede lief, proficiat. Wij vieren het met jou. Want ze bestaat nog. Bijzondere erkentelijkheid ook van het bestuur en ben ik graag te spreken thuis van voor jullie tomeloze inzet een hart voor kinderen. Nou, nog heel even kort tegen deze kinderen van groep 8. Ik zal het niet lang maken, want het is warm en we willen eigenlijk ook wel maximaal richting disco. Beter dan Godelief het heeft verwoord, kan ik het eigenlijk niet doen. Als je hart zit bij Litwina, zit het met je hoofd wel goed. Dat hebben jullie waargemaakt deze afgelopen jaren. Ik wens jullie toe dat jullie in de komende school even veel geestdrift, even veel plezier met elkaar aan de dag legt als vooral het laatste half jaar. Ik heb jullie met elkaar toezien groeien. Jullie werden zelfs stiller op het eind van dit jaar. Jullie hebben door de manier die langzamerhand op school is ontstaan, door jullie leerkrachten, door de medewerking van vele ouders en anderen, hebben jullie op een heel verstandige, mooie manier naar dit afscheid toegeleefd. Daar hoeven we ook niet zo heel veel meer van te zeggen. Het enige wat ik zeg, afscheid moet je vieren. Als het een goede tijd is geweest, en dat is het, dan moet je het kunnen vieren. Doe dat straks ook nog hartstikke goed. Ook al ben je een beetje moe, ook al zit het erop, dat is het.
fantastisch gelukt. Ik denk dat jullie ouders hartstikke trots op jullie zijn. Ik ben ook hartstikke trots op jullie. Ik ben trots op deze school. Als je dat zo een avond ziet, ja, dan heb je een fantastisch beroep. En laten ze niet zeggen dat ons beroep, dat beroep van schoolmeesters en schooljuffen, dat dat beroep in discrediet is. Als u hier vanavond heeft gezeten zoals u hier heeft gezeten, weet u dat het niet zo is. Bewijs wordt hier geleverd door het feit dat jonge en oude mensen samen wat presteren. Ik wil u als ouders er ook mee feliciteren en ook u bedanken voor het vertrouwen dat u in mij en mijn collega's hebt gehad. En in die collega's, want anders lijkt het net of groep 8 alleen maar 1 jaar is. Ik wil in mijn collega's Scholenlief en Jolen ook alle andere collega's huldigen en bedanken vanaf de peuterleeftijd tot en met groep 7 voor hun inzet. Het was niet altijd makkelijk, maar ze hebben een stapje meer gedaan en dat is iets wat onze school kenmerkt. Ik maak het niet langer, we gaan daarmee de zaak ontruimen. Jullie wens ik een hartstikke goede toekomst. U allemaal bedankt voor het vertrouwen en mijn collega's nog veel zulke succes. Ja.